Welkom terug in dit tweede deel van Studio Vlaams Parlement. In mijn studio heb ik Elke Sleurs te gast. Ze is arts, gespecialiseerd als verloskundige en heeft vanuit haar wetenschappelijke achtergrond een genuanceerde, misschien zelfs nogal eigenzinnige mening over de HPV-test waarmee baarmoederhalskanker kan opgespoord worden. Welkom, mevrouw Sleurs, N-VA. Zelf opgeleid als arts, gespecialiseerd in verloskunde, zal ik maar zeggen. En u duikt plotseling een probleem op dat we niet zo goed begrijpen. Baarmoederhalskanker en een hele discussie over welke test nu de goede test is. Is dat een klassiek uitstrijken of is dat een HPV-test, zoals die dan genoemd wordt? En ik zal eerlijk zijn, ik ken de problematiek nauwelijks en het is mijn eerste consultatie op dat vlak bij u. Oké. Waarover gaat de discussie? Dus ik zal beginnen bij het begin om te zeggen wat doen we nu in de praktijk? Dus vele vrouwen, het woord uitstrijken denk ik is gekend. Maar wat houdt dat in? Dat houdt in, dus vrouwen gaan bij de gynaecoloog en er worden wat cellen genomen van de baarmoederhals. Die worden onderzocht en er wordt dus gekeken of er afwijkende cellen zijn. En dus cellen die zouden kunnen gaan naar een baarmoederhalskanker. Dat was eigenlijk het klassieke recept, als ik het zo mag zeggen. Dat is het klassieke recept. Maar natuurlijk, het klassieke recept, het is niet omdat het klassiek is dat het niet goed is. Mm-hmm. We weten ook, onder andere natuurlijk al vele jaren, weten we dat één van de oorzaken is HPV. Dat is het humaan papillomavirus. Het is een virus dat aanwezig is door seksueel overdraagbaar is. Dat dus heel veel vrouwen dragen. Blijkbaar maar heel veel, tot 80% heb ik ergens gelezen. Ja. Inderdaad, maar er zijn daar ook verschillende types. Dus het is niet zomaar dat er één virus is dat een kanker veroorzaakt. Maar er is dan een heel klein kansje, 1% of zo, dat werkelijk tot een ernstige aandoening kan leiden. Dat kan zeker tot een ernstige aanleiding, tot een ernstige ziekte, dus tot kanker leiden. Ook andere kankers, bijvoorbeeld HPV-gerelateerde keelkanker, is ook mogelijk. Dus het is niet alleen baarmoederhalskanker, maar oké, hier gaat het over baarmoederhalskanker. Waar gaat het over? Is natuurlijk dat we een screeningsprogramma. Vlaanderen is verantwoordelijk voor screening. Dus dat is bevolkingsonderzoek, dat is populatieonderzoek. En het gaat niet zozeer het gaat er wel over welke test gaan we eerst doen. Want Vlaanderen heeft toch een goed screeningsprogramma, dat mogen we toch zeggen? Ja, ik denk het wel. Het probleem is natuurlijk bij alle screeningsprogramma's. Ik denk dat Vlaanderen zet heel sterk in op screenen. We doen dat ook goed. Het is heel goed georganiseerd. Denk maar aan de borstscreening, de mammografie, de foto van de borst. Ja, dat is goed ingeburgerd, denk ik. Dat is zeer goed ingeburgerd. We hebben ook de darmscreening, is ook ingeburgerd, maar toch nog wel wat gijnen, dus de testjes die we opgestuurd krijgen. Ja, dezelfde testen die we thuis op het toilet mogen doen, bij wijze van spreken. Ja. Maar het grote probleem blijft dat we toch, bijvoorbeeld bij de baarmoederhalscreening, is dat het 60%. We komen aan 60% in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is nog minder. Ja. Dus dat is eigenlijk niet goed, hoor ik u zeggen. Dat zou beter moeten. Kunnen, als we minder mensen willen hebben die baarmoederhalskanker hebben, zouden we beter moeten scoren. En dus moeten we daar misschien eerder op inzetten om meer mensen te testen dan een discussie te maken of te doen over welke test is nu de beste? Ik denk dat we daar toch inderdaad, ik denk dat dat goed zou zijn dat we eerst en vooral ook inzetten om de mensen nog meer te sensibiliseren. Want wat zien we? We screenen wel 60%, maar er blijft toch nog altijd een groot aantal vrouwen die niet gescreend worden. En weten we dus waarom die vrouwen dat niet doen? Dat is een goede vraag. De klassieke oorzaak, sommige bevolkingsgroepen waar men cultureel wat problemen mee heeft. Ja, maar toch ook algemeen, denk ik. Ik denk als we algemeen in onze kring kijken, is het iets, het groeit traag, het is iets dat lang duurt. Ja, mensen, we zijn wel bewust over gezondheid, maar ik denk dat we allemaal moeten zeggen, het is een gêne. Je moet naar de gynaecoloog gaan. Dus we zien dat vrouwen die gescreend worden, die worden zeker gescreend. Die zouden zelf elk jaar eventueel gaan. Ja. Vroeger hadden we elk jaar een screening. Dus we zien dat we de vrouwen die we bereiken, zijn de vrouwen die inderdaad bewust zijn en die zeggen, ik vind dat niet erg. En heeft dat ook te maken met het feit dat men weet, ik heb schrik, want na zo'n test zou het wel eens kunnen dat ik heel slecht nieuws krijg. Voilà. Ik denk dat het groot probleem met bevolkingsonderzoeken is inderdaad de schrik voor het resultaat. Want inderdaad, als je naar een dokter gaat, als je iets laat onderzoeken, dan weet je van,
ja, het is misschien toch slecht. Dus we zitten daar toch met een kant van de psychologie van de mens die we moeilijk doorbreken om een absoluut algemeen screeningsprogramma te hebben dat liefst naar 80-90% ja, zou moeten gaan. Zou u zover willen gaan om te pleiten voor wat meer druk tot bijna een soort verplichte screening om het te doen? Wel, natuurlijk, als arts zou je moeten zeggen van hoe meer mensen dat we bereiken, hoe minder kans, hoe minder mensen baarmoederhalskanker zullen ontwikkelen. Natuurlijk verplichten we leven in een vrije staat en we moeten mensen toch ook stimuleren. Maar we kunnen ook een stevige duw in de rug geven. Alhoewel, ik vind dat we al veel doen. Mm. Dus ik denk dat we misschien wat gedragspsychologen in huis moeten halen om te zien van waar schort het? Ja. Waarom blijven mensen... Ik heb de indruk, we bereiken de groep die bereiken we altijd en die zullen ook alle screeningen doen. En de groep die we niet bereiken, die bereiken we niet. En daar hebben we toch, als overheid, is het toch moeilijk om die mensen te bereiken. Oké, daar meer op inzetten, want we moeten naar cijfers kijken. 630 van dergelijke kankers per jaar, waarvan 220 overlijdens. Dat is 1 op de 3 van de gevallen die men kent. Dat is serieus, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk is het serieus. Ik moet wel zeggen dat we in dit land beter scoren dan in andere landen. Dus de overlijdens in andere landen... Dat mag gezegd worden. Maar ook gezegd, jammer genoeg, in andere landen zijn die overlijdens groter. Dus we sporen zeker en vast op. Maar natuurlijk, elk overlijden aan een kanker die te vermijden zou kunnen zijn, is natuurlijk geen te veel. Ja, want sommigen zeggen natuurlijk wat dat betreft... Als we beter screenen en de goede testen hebben, dan gaan we een aantal doden vermijden. En zolang we dat niet doen, zijn we verantwoordelijk voor vele slachtoffers en vele doden. Ja, maar hier is de discussie natuurlijk. Bij elke screening zullen we andere mensen missen. Omdat, ik denk, wat nu gebeurt is bij het uitstrijken en als er afwijkingen zijn, kan een HPV-test, dat virus, opgespoord worden. Dat gebeurt nu. Dat gebeurt nu al en kunnen er verdere testen gebeuren. Er zijn nu wetenschappers die zeggen van we pleiten voor het omgekeerde. We gaan eerst de HPV testen en dan gaan we het uitstrijken doen. De moeilijkheid is dat je door die HPV-test alleen te doen ook andere kankers zult missen door het uitstrijken te veel te doen. Dus als ik u goed begrijp, zo eenvoudig en zo zwart-wit als het lijkt, is het dus niet. Absoluut niet. En dat is altijd in de geneeskunde. Dus en zeker dan met een bevolkingsonderzoek. En zeker met een politiek debat, zou ik dan zeggen. Ja, in een politiek debat is dat zeer moeilijk. En zeker dan bij deze pathologie, omdat er verschillende oorzaken zijn. Je zoekt niet alleen naar baarmoederhalskanker in C, je vindt ook andere afwijkingen. Je hebt natuurlijk ook, als men iets vindt, moet men naar verdere onderzoeken gaan. Dus door de ene, want men moet altijd afwegen door een onderzoek te doen, door te zoeken naar bepaalde afwijkingen. Ga je verder en verder met invasieve onderzoeken? En bij welke ga je minder invasieve onderzoeken doen die niet nodig zijn, omdat het in feite een vals positief resultaat is, dan bij welke test? Ja. Dus maar we laat zeggen dat er nog veel discussie is. Veel discussie, want de discussie is eigenlijk op gang getrokken door het feit dat we een reportage van een vrouw hebben gezien die moet vaststellen, die klassieke uitstrijkers lieten geen negatieve resultaten zien en hap, nu heb ik meteen kanker. Had ik vroeger gescreend geweest en juist, dan hadden we een hoop miserie misschien kunnen vermijden. Over die casuïstiek kan ik natuurlijk niet ingaan. Want het is altijd heel triestig om zo reportages te zien. Het is voornamelijk heel triestig voor de dame in kwestie zelf natuurlijk. Op haar leeftijd zo een diagnose horen is altijd bijzonder triest. En ik heb daar dus ook alle begrip voor die reportage. Maar ik natuurlijk als individu die kijk naar die reportage en als arts, wij hebben daar geen omkadering over. Dus in C kan ik zeggen, door de screening is daar fout gegaan. Kan ik toch moeilijk zeggen. Hè? Ik weet ook niet wat er allemaal gaande is. Maar natuurlijk blijft het... We hebben altijd in de geneeskunde... zal je altijd zaken hebben die we niet kunnen zien, die we niet vinden. Ondanks alle testen die we doen. Mensen die jammer genoeg verkeerd dan door de mazen van het net glippen. Ja. Dus laat zeggen dat elke casus die met zo'n problematiek wordt geconfronteerd in triest is. En dat is de bedoeling natuurlijk, dat we dat in allen tijden zo goed mogelijk kunnen vermijden. Maar... Want in plaats van te zeggen, moet het nu dat klassieke uitstrijken worden of die HPV-testen, heb ik u ook horen zeggen hier in het parlement, laten we daar eens met een groep experts rond samen zitten en dan eens kijken wat er moet gebeuren.
Inderdaad, ik denk, we horen natuurlijk wel verschillende klokken. Ik denk ook dat er bij de experten zelf dat er heel wat discussie is. Men zal daar zeker. Maar als we zo nu geconfronteerd worden met de politiek, denk ik inderdaad, en er moeten politieke knopen doorgehakt worden, zou ik dat niet graag doen nu naar aanleiding van één reportage en van natuurlijk een verschrikkelijke casus, van een bepaalde knoop door te hakken. Dan zeg ik toch van, we moeten snel handelen, maar het is ook in het belang van de volksgezondheid dat we alles op een rijtje zetten, boven de gewesten heen, boven de gemeenschappen heen, dat we inderdaad interministerieel ook alles bekijken. Terugbetalingen mogen niet meer in de weg staan. Dat kan. Nu is de terugbetaling, als de terugbetaling geregeld is, hoe kan Vlaanderen en de gewesten zorgen dat we de screening omhoog kijken en dat allemaal samen zoeken met al die parameters dan kijken, wat is dan de beste screening, waar kunnen we toch het best mogelijke resultaat boeken. Dat is in feite de bedoeling. Ik denk dat u dat heel helder hebt proberen uit te leggen, zo'n moeilijke materie. Want we zien wel, politiek is vaak steekvlampolitiek. Ja. Maar dan zegt u, let op, screenen en laten we inderdaad maar kijken wat de wetenschap daarover zegt in de eerste plaats. En misschien dan de politiek. Mevrouw Schreurs, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank u wel.